Peter, welkom. Goedenavond. Dag, wat wil je drinken? Een duvel is goed voor duvel? Mij, alsjeblieft. Okay. Zeg, hoe lang ben jij eigenlijk al aan de slag bij OKV? Al 20 jaar. Amai. Volgend jaar. Kan tellen. En hoe ben je daar terechtgekomen? Ik schreef al voor OKV als auteur eigenlijk, ja. Artikels. En dan is de toenmalige directeur weggegaan. En hebben ze aan mij gevraagd dat ik dat wou doen. En men heeft dan in het midden van de zomer in het Staatsblad een oproep gedaan. En er waren maar één kandidaat. Zo makkelijk was het. Ja, ja, ja. Het is geen perfecte duvel. Ja, dat is perfect. Het is geen, dat zal wel lukken. Oké, okay, alsjeblieft. Ik betaal u jou graag hiermee. Oh. Schone cover weer. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Je mag aan tafel gaan zitten voor je gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Dag Peter. Dag Roel. Ik heb iets bij voor jou. Oh. Alsjeblieft. Dank u. Het jongste nummer van OKV? Nee, eigenlijk niet. Ik wil u dat niet onthouden, dat jongste nummer, maar eigenlijk het eerste nummer van dit jaar in onze nieuwe vormgeving. Ah. En daar hebben we toch wel wat aan gezwoegd en gewerkt. Je weet hoe dat gaat. En vandaar dat ik dat een keer wou geven, dat eerste nummer. Ik vind het ook een leuke cover. Van een Franstalige ja, fotograaf. Dus ik dacht, ik neem dit nummer mee. Ja. Dat is... een mooie nummer. En als je kijkt van in het begin tot nu, hebben we ons regelmatig wel vervuild, regelmatig een andere verpakking, maar ook inhoudelijk een nieuwe aanpak. En we vonden na zoveel jaar, denk dat de nieuwe vormgeving dateerde van 7-8 jaar geleden. En het amusante of het opvallende is, als je een nieuwe vormgeving hebt, dan plots zie je hoe oud eigenlijk die vroegere vormgeving eruit ziet. Ja. En dat was wel een aangename ervaring. Er zijn ook een aantal nieuwe rubrieken bijgekomen. We hebben ook een samenwerking met Flore de Man. Dat is een hele mooie illustratrice. Die ken je misschien wel. Die krijgt een dubbele pagina, wat wel heel veel is. Maar ik vind dat wel zeer geslaagd altijd, wat zij doet. Dat geeft zo'n beetje rust in het tijdschrift. Dus er zijn een aantal vernieuwingen en dat eerste nummer, dat wil ik je die onthouden. Dus vandaar. Dankjewel. Dat ik dat meegenomen. Dank u. Wat zeg je aan mensen die het blad niet kennen van OKV is? Ja, dat zeggen we op de boekenbeurs, dat het een lange naam is. En dat staat voor Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, maar zeg maar gerust OKV. En dat het dus eigenlijk gaat over onze publieke collecties, de publieke verzamelingen. We noemen onszelf een kunst- en erfgoedtijdschrift, waarbij we dus zowel aandacht hebben voor de kunst in de musea, maar ook voor jongere kunstenaars, collecties, tentoonstellingen, erfgoed. En waarbij eigenlijk de rode draad is dat je het kan bezoeken, dat het eigenlijk te zien is. Dus we spreken uit principe nooit over private kunstgalerijen, of over private kunstverzamelingen die je toch nooit kan bezoeken. Dus dat is voor ons wel een belangrijk criterium. Ik heb ook even jullie website bezocht. Dat is een zeer welgevulde website. Hè? Maar hoe zit het eigenlijk, de verhouding tussen dit papieren blad, wat traag is en ja, geduldig enzovoort, en het sneller van de website? Ja, we zijn een tweemaandelijks tijdschrift, dus we zijn niet zoals een krant elke dag, of we zijn ook geen lid van een grote mediagroep waar inhoud verschuift van het een naar het andere, hergebruikt wordt, zoals dan de term is tegenwoordig. Dus we hergebruiken wel inhoud. We zitten op twee zaken in, dat is ons archief, vermits we 60 jaar bestaan. Het is volledig gedigitaliseerd. Je kan dat volledig ontsluiten aan abonnees. Je kunt opzoekingen doen via trefwoorden, via namen, via kunstenaars. Dus we merken toch dat heel veel mensen dat doen. Anderzijds hebben we inderdaad die uitdaging om regelmatig nieuwe inhoud te brengen op die website die niet in het tijdschrift staat. Die website bevat natuurlijk ook een groot overzicht van musea, dat zijn ook databanken. En een groot overzicht van tentoonstellingen. En we merken dat dat toch wel gewaardeerd wordt, omdat wij ook een historisch perspectief hebben. Je kan eigenlijk op onze website
onderzoeken of nagaan, is er ooit al een tentoonstelling geweest over die kunstenaar. Ja. Dus dan grijpen we een beetje terug naar het verleden. Ja, ja. En dat historisch perspectief vind ik wel belangrijk. Je hebt genoeg agendas waar je wie, waar, wat, wanneer kan vinden. Maar je vindt bijna nergens van, ja maar 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, hebben wij daar ook al iets over geschreven. Peter, ik ken jou als een zeer gedreven man. Hè? Altijd klaar om het beste van zichzelf te geven. Maar wat ik mij in sommige momenten wel afvraag is, wat drijft Peter Wouters om hier een geweldig ding van te maken? Wel, OKV is eigenlijk ontstaan in 1963 vanuit een bildungsgedachte, om dus het volk te verheffen. En ik ben zelf een arbeiderszoon met 4 kinderen thuis, waarbij kunst echt niet aanwezig was. En het is eigenlijk dankzij, niet alleen OKV, maar dankzij dit soort van initiatieven, gebeurtenissen en tijdschriften, dat ik dat dichter en dichter bij de kunst ben gekomen. En ik zie dit graag, mezelf dit graag ook doen, namelijk iets maken dat andere mensen kan inspireren en andere mensen kan dichter bij de kunst brengen, dichter bij erfgoed brengen. En om zo op een zinvollere manier gemeenschappelijk met de gemeenschap om te gaan, maar ook persoonlijk voor hun eigen leven. En dat is iets dat mij wel bezighoudt en draaiende houdt, los van de enorme dankbaarheid die we hebben bij jonge kunstenaars die we eigenlijk een platform geven en die dan zoveel jaren later doorbreken, maar dat niet vergeten dat ze bij ons ooit zoveel aandacht hebben gekregen. En de dankbaarheid van kleine musea die dan zich een beetje in de periferie van Vlaanderen bevinden en die buiten de driehoek Antwerpen-Gent Brugge vallen, waar wij dan 6 bladzijden aan besteden en die dan zeer, zeer blij zijn dat we dat doen, wat ook ons opdracht is. Maar die dankbaarheid gecombineerd met die toch wel een beetje volksverheffende gedachten, die geven mij voldoende energie om na 20 jaar hopelijk nog een decennium lang verder te kunnen doen. Het is 2 keer per jaar wel 180 pagina's. Ja, dat is waar. Dat is indrukwekkend. Een soort van kanonsbal die in je briefbus ploft.